Yo mensen, vet dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Of ja, zou ik zeggen vlog, ik weet het niet zo goed hoe ik de video's zou gaan noemen eigenlijk. Zijn het vlogs of zijn het gewoon losse video's? Ik vind meer dat het gewoon losse video's zijn, aangezien ja, vlogs. Als ik daaraan denk, ja, dan denk ik echt toch aan meer zo iemand gelijk Enzo Knol of zo, die je echt meeneemt doorheen de dag, snap je? En ik doe meestal op mijn eigen kanaal, doe ik meestal gewoon losse video's over één onderwerp. Maar dat is juist iets wat ik wil gaan veranderen. Ik wil jullie namelijk meenemen doorheen mijn dagelijks leven. Natuurlijk niet alles ga ik natuurlijk zitten filmen, maar ja, toch zo de belangrijke dingen die ik doe op een dag, daarmee wil ik jullie graag mee, ja, mee gaan meenemen. Word ik dan een tweede Enzo Knol? Dan niet, want Enzo Knol, ja, die toont echt alles van zijn dagelijks leven. Hij heeft ook net een kind gekregen. En ja, die vlogt dat gewoon allemaal. Dat zou ik persoonlijk niet doen. Maar ja, kijk, dat is zijn ding natuurlijk, hè. Zoals jullie ook zien in de titel, of misschien heb ik een andere titel genomen, ik weet het niet, bestaat mijn YouTube-kanaal vandaag 9 jaar. Dus dat we toch bezig zijn over Enzo Knol. Zijn YouTube-kanaal bestaat al bijna meer dan 10 jaar, geloof ik. Of al 11 jaar, ik weet niet zo goed. Ja, en ik al 9 jaar. Er zit natuurlijk wel een groot verschil in bij de abonnees. Hij heeft er een paar miljoen meer dan ik. Dus ja, er zit wel een beetje verschil op. Maar hey, kijk mensen, binnenkort komen we ook ooit hopelijk eens aan die 10.000 abonnees. En dan gaat er iets speciaals gebeuren hoor, dames en heren. Ik weet alleen nog niet waar het speciaal gaat zijn, maar ja, dat zien we dan wel nog. Dus hey, kijk, als je nu naar deze video aan het kijken bent en je bent nog niet geabonneerd, abonneer dan zeker, zodat we snel tot aan die 10.000 abonnees kunnen geraken. Maar goed, even over mijn 9 jaar YouTube. Wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan in deze, ja, 9 jaar tijd? In principe doe ik echt YouTube zoals deze video's maken ongeveer nog maar een klein jaartje hoor. Vroeger, ja, dit YouTube-account bestaat al misschien 9 jaar, maar ja, maak ik al 9 jaar echte content? Dan natuurlijk niet. Al toen was ik nog eens maar van 10 jaar oud of zo. Ja, toen maakte ik nog niet echt YouTube-video's. Ik maakte wel natuurlijk van die cringe YouTube-video's die iedereen in de basisschool gewoon middelbaar heeft gemaakt. Maar die zijn gelukkig allemaal verwijderd. Dus ja, daar ga je niks meer van terugvinden. En ik moet trouwens nog eens de andere cd erin steken. Ik vergeet het altijd, want nu het vakantie is, ja, kom ik niet meer zo vaak in de stad. Dus maak die andere cd er wel gewoon weer in. Wat ik dan voor dit jaar deed, voor dit normale jaar YouTube, was gewoon zo, ja, memes of domme shorts uploaden. Waar ik trouwens veel abonnees heb van verzameld. Maar ja, ik wou uiteindelijk toch iets met mij, alleen mezelf doen op het kanaal. Dat ik zelf sta op het kanaal en niet gewoon domme memes. Alleen ze waren dom, best grappig. Ja, een beetje originele content gaan maken. En ik moet toegeven, soms ben ik echt een beetje, ja, inspiratieloos. Maar ik wil me, wel echt gaan verplichten om meer, ja, dagelijks uploaden te gaan doen. Ik zeg dat wel vaak dat ik dat ga doen, maar uiteindelijk komt er dan niet van. En ja, dat ben ik dus meer van plan. Daarom zei ik zo van vloggen en zo, dan neem ik jullie gewoon mee in wat ik ga doen, snap jullie? Maar ja, natuurlijk, ik blijf nog steeds brommercontent maken, want ja, dat is gewoon al een deel van mijn dagelijks leven, zit ik op die brommer. Dus ja, dat ga je nog altijd heel veel te zien krijgen hoor, geen paniek. Maar hey, zoals ik altijd al zei, als jullie nu een leuk idee hebben voor een video, laat het mij zeker weten. Het hoeft niet alleen van brommer te zijn. Als jullie iets anders weten of zo, moet jullie dat ook altijd laten weten. Jullie weten, ik heb het al vaak gezegd ook, dat ik van plan ben om een Volca uitlaat te gaan halen. Ik heb eens rondgekeken. Sommige uitlaten zeker. Ik wil liefst zo'n soort uitlaat. Een bovenligger. Met zo'n mooie boog naar boven. Zo die onderliggers, ik weet niet. Dan lijkt uw brommer zo leeg, want uw motorblokje bij 50cc is al niet van de grootste. En ja, die uitlaat vult het dan wel zo'n beetje nog op. Oh shit. Of mochten jullie nog tips hebben om te gaan veranderen, dingen die ik kan veranderen aan de schakelbrommer bedoel ik, niet de crossmotor. Ja, laat die dan zeker weten. Maar ja, om even terug te komen op dat idee van een Volca uit laten steken. Die dingen, zoals ik al zei, waren super duur, iets van 200 of 300 euro. Zo'n bovenligger, wat ik dan zei. Dus ja, ik zou zeggen, kom aan, dat is altijd rood. Ik zou zeggen, geef deze video een blauw duimpje omhoog, zodat ik wat geld kan verdienen. Altijd goed voor het algoritme. En ja, dan kunnen we toch binnenkort die uitlaat kopen misschien. Maar mensen, ik ga het hier behouden. Hopelijk vond jullie de video leuk. Dus zeker een blauw duimpje omhoog, abonneer. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Ciao! Yeah.